Getrainde wanhoop is een jeugdboek dat een paar jaar geleden al verscheen, maar nu opnieuw om de markt komt. Omdat het over een thema gaat dat nooit vergeten mag worden. Eva Bouwens is een meisje dat gearresteerd wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat haar vader voor het verzet schrijft. Getrainde wanhoop is het verhaal van Eva Bouwens. Eva Bouwens is een 17-jarig meisje die in Antwerpen woont. En zij wordt opgeroepen voor een werkkamp in Duitsland. Of in het oosten, want eigenlijk wordt Duitsland niet specifiek gezegd. Zij besluit dat niet te doen. Papa zegt onze familie moet samenblijven. Dus ze gaat niet, verstopt zich. Wordt dan gevonden en op een trein gezet. En dan begint eigenlijk de reis naar dat werkkamp. Want we praten eigenlijk niet over een concentratiekamp. Breendonk is eigenlijk de verzamelplaats waar Eva en andere gevangenen samenkomen, waar zij een tijdje verblijven, waar ze verhoord worden, waar hun verhaal eigenlijk samengesteld wordt. Wat hebben ze juist mispeuterd? Waarom zijn ze hier? En waar ook over hun lot beslist wordt, wat gaat er met hen gebeuren? En ze gaan dan op een trein en met welke bestemming? En zijn familie heeft zwaar geleden onder de oorlog. En mijn vader wou daar nooit over vertellen. Wat mij natuurlijk veel meer begon te fascineren dan. Het is ook zo dat ik het familiearchief beheer. En in dat archief kwam ik allerlei dingen tegen. En ik stelde daar wel vragen over. En ik zei tegen mijn vader, ik ga daar eens een boek over schrijven. Dan heeft hij gezegd, dan kom je maar eens langs. Ik ben dan langs geweest en dan heeft hij eigenlijk een hele namiddag voor het eerst tegen mij daarover aan het vertellen geweest. Ik denk dat het wat overdreven is om te vergelijken met Anne Frank. Het is ook niet een specifiek Joods verhaal. Ik wou eigenlijk echt toch wel bewust een verhaal vertellen van ja, mensen bij hier, dat zouden Joden kunnen zijn, maar het kan ook evengoed een gewoon Antwerps burgermeisje zijn. En ik ben ook een beetje bewust opgehouden bij het concentratiekamp zelf. Ik wou vooral de treinreis, de onzekerheid, de schrik, de angsten. Welke toekomst gaan we krijgen? Ja, zoals het in de titel staat, de wanhoop. Als je de kranten bekijkt, dan is er nog altijd veel oorlog in de wereld. En het is ook zo, in onze specifieke situatie van de Tweede Wereldoorlog, de laatste getuigen zijn stilaan aan het verdwijnen. Er zijn nog archiefbeelden en dan denk ik dat het belangrijk is dat we toch op boekmateriaal nog kunnen overschakelen waarin het verhaal verteld wordt. En we zijn inmiddels aan een volgende generatie toe die dit moet doorvertellen.